Het enige wat van belang is dat je snel iets in elkaar kan flansen wat je verkopen kunt. Het hoeft helemaal niet goed te zijn. Als je maar de illusie kunt wekken dat dit een prettig product is zodat het gekocht wordt, ja, dan kun je daarna later kijken of je wat betere versies kunt maken. Dan krijg je het verschijnsel met de versienummers. Hè. Met zelfs cijfers achter een komma, versie 2.6 en versie 2.7 en die pushbars. The Intel Pentium 4 processor. Advanced technology for the internet and beyond. Dat is natuurlijk goed geweest als versie 1 gewoon het product geweest was. Professor Edsger Dijkstra is Nederlands eerste programmeur. Voor zijn systematische programmeermethode kreeg hij in 1972 de Turing Award, de Nobelprijs van de informatica. Momenteel woont hij samen met zijn vrouw in Austin, Texas, waar hij in 1984 naartoe verhuisde. Dat was een tijd waarin voor allerlei afdelingen de grootste zorg was, is mijn curriculum wel waterig genoeg? Op hetzelfde ogenblik was de Universiteit van Texas in Austin bezig te proberen om de inschrijvingen te doen verminderen en hun kwaliteit op te schroeven. Dat was een tegengestelde ontwikkeling die aanmerkelijk aantrekkelijker was dan wat er bij het Nederlands hoger onderwijs gebeurde. Kwaliteit, correctheid en elegantie. Dat zijn de eisen waaraan een computerprogramma volgens Dijkstra hoort te voldoen. In 1954 nam hij zich voor om programmeren tot een wetenschap te maken. Maar sindsdien heeft hij tegen de stroom in moeten roeien. Ik lig er niet wakker van dat het bedrijfsleven het gevoel heeft dat ze zich niet kunnen permitteren om een eerste klas product af te leveren. Verhindert mij niet om met mijn onderzoek door te gaan. Er zijn heel verschillende ontwerpstijlen. Ik karakteriseer ze altijd als Mozart versus Beethoven. Als Mozart begon te schrijven, dan had hij de compositie klaar in zijn hoofd. Hij schreef het manuscript en dat was in Aus einem Guss. Het was bovendien heel mooi geschreven. Beethoven was een aarzelaar en een worstelaar en die schreef voordat hij de compositie eigenlijk klaar had en overplakte dan iets om het te veranderen. En er is een bepaalde plaats geweest waar hij 9 keer heeft overplakt en ze hebben het voorzichtig losgemaakt om te kijken wat er gebeurd was. En toen bleek de laatste versie gelijk te zijn aan de eerste. Nou, die iteratieve manier van ontwerpen, dat is op een of andere manier een erg Angelsaksische gewoonte.
Het hele Engelse onderwijs is ervan doordrenkt. Mensen leren dat als je iets schrijft, moet je niet proberen het goed te krijgen. Meteen, je moet opschrijven wat je op je hart ligt en dan moet je het herschrijven en herschrijven en herschrijven. En uiteindelijk krijg je het product dat je hebben wilt. Dat is een van de redenen waarom wordprocessors daar zo gepousseerd worden en gedeeltelijk ook populair geworden zijn. Terwijl een van de grote voordelen van met pen en papier werken is dat voordat je met je zin begint, moet je met je hoofd al helemaal klaar hebben. Dijkstra heeft altijd veel geschreven. Over peinzingen, toespraken, wiskundige bewijzen en boeken. Voorzien van zijn initialen en een volgnummer worden de zogeheten EWD's gezien als zijn belangrijkste bijdrage aan de wetenschap. Het belangrijkste is voor mijzelf geweest de dagelijkse discipline van netjes opschrijven wat je overweegt en wat je doet. Ze hebben dankzij moderne technologie veel meer invloed gehad dan zoiets vroeger gehad zou hebben. En je zou het kunnen beschrijven als een moderne vorm van wetenschappelijke correspondentie. Zij het dat het verkeer, het intellectuele verkeer, grotendeels inrichtingsverkeer is. De nummering loopt inmiddels tot voorbij de 1300. In lengte variëren ze ontzettend, van 80 pagina's tot 1 pagina. Naarmate de tijd voortschrijdt, hebben ze de neiging korter te worden. Iedereen die ze toegestuurd kreeg, was impliciet bereid om te fungeren als intern knooppunt van de verspreidingsboom. En ze tweede generatie kopieën rond te sturen naar een aantal mensen. Hoeveel mensen er door bereikt zijn, heb ik eigenlijk nooit goed kunnen schatten. Ik denk een paar honderd. Om te componeren moet je noten schrijven. Ja? Maar het vak van de componist is niet het schrijven van noten. Het vak van de componist is het concipiëren van de muziek. Bij programmeren in het begin moest je tekst schrijven in machinecode. Een betekenisloze sequentie van hoofdletters en cijfers. Dat was de analogon van het notenschrijven. En mensen die dachten dat dat programmeren was. Daarna is dat makkelijker gemaakt werden zogenaamde hogere programmeertalen uitgevonden. Fortran, Pascal, C++, wat heb je. Die werden gedacht het programmeren een stuk makkelijker te maken. Zelfs alle programmeerproblemen op te lossen. Alleen als je goed keek wat er gebeurde, dan zag je dat de triviale aspecten van het programmeerwerk, die waren gemechaniseerd en de moeilijke bleven over. En het netto-effect van de hogere programmeertalen, waarvan de bedoeling was dat programmeren makkelijker zou worden, samen met de stijgende ambitie van de toepassing, hogere eisen aan het intellectuele niveau van programmeurs begon te stellen. Thank you.
Ik herinner me de eerste keer, dat was 1970 of zo, de eerste keer dat ik echt de markt op ging om te laten zien hoe je programma's kon ontwikkelen, zodat je ze stevig in je intellectuele greep hield. Duidelijk, ik ging eerst naar Parijs en daarna naar Brussel. In Parijs gaf ik een voordracht voor de Sorbonne en mijn publiek was razend enthousiast. En toen op de weg naar huis ging ik, hield ik hetzelfde verhaal bij een groot softwarehuis in Brussel. Het verhaal viel volkomen plat op zijn gezicht. Ik heb nog nooit zo'n slechte voordracht gegeven in zekere zin. En later ontdekte ik waarom. Management was niet geïnteresseerd in feilloze programma's, want het waren de maintenance contracts waar het bedrijf zijn stabiliteit aan ontleende. En de programmeurs waren er ook niet in geïnteresseerd, want het bleek dat die een groot stuk van hun intellectuele opwinding ontleende aan het feit dat ze niet precies begrepen wat ze deden. En ze hadden het gevoel dat als je allemaal precies wist wat je deed en je geen risico's liep, dat het dan een saai vak was. Als je in de fysica iets niet begrijpt, je kunt je altijd verschuilen achter de ongepeilde diepte van de natuur. Je kunt altijd God de schuld geven. Je hebt het zelf niet zo ingewikkeld gemaakt. Maar als je programma niet werkt, dan heb je niemand waar je je achter kunt verschuilen. Je kunt je niet verschuilen achter onwillige natuur. Nee, een nul is een nul en een één is een één. En als het niet werkt, dan heeft het gewoon fout gedaan. Eind 60er jaren zag Dijkstra hoe de complexiteit van de programma's de programmeurs boven het hoofd groeide. En dat ook de meest prestigieuze projecten erdoor bedreigd werden. Dat was een ervaring in 1969. Dat was vlak nadat de eerste geslaagde maanlanding achter de rug was. Er was een conferentie, een NATO-conference on software engineering in Rome. En daar kwam ik Joel Iron tegen, die het hoofd was van IBM's Federal Systems Division. En dat was de afdeling die verantwoordelijk was geweest voor de software van het maanschot. En ik wist dat elke Apollo-vlucht, die had iets van 40.000 new lines of code nodig. Nou, doe dat niet precies wat voor eenheid line of code is. 40.000 is veel. En ik was diep onder de indruk dat ze zoveel programmatuur, dat ze dat goed en in orde hadden gekregen. Dus toen ik Joel Iron tegenkwam, zei ik, how do you do it? Doe wat, vroeg hij. Ik zei, nou, getting that software right. Right, he said. En toen vertelde hij dat in een van de berekeningen van de baan van de lunar module de maan in plaats van aantrekkend afstotend was. En die tekenfout die hadden ze bij toeval, moet je denken, bij toeval 5 dagen van tevoren ontdekt. Nou, ik verschoot van kleur en zei, those guys have been lucky. Yes, was het antwoord van Joel Iron.
Uit eigen ervaring wist Dijkstra inmiddels hoe beangstigend ingewikkeld computerprogramma's konden worden. Het besturingssysteem van Nederlands grootste computer, de X8, had hij onder hoogspanning volbracht. De angst dat je het niet goed zou kunnen krijgen, dat het onder je controle ontsnapt. Kijk, in het geval van de X8 in Eindhoven, waar we een multiprogrammeringssysteem ontwierpen. Dat was een systeem waar we een machine hadden met een real-time interrupt. Wat eigenlijk betekent dat je je programma's niet kunt testen. En ik wist dat als wij met onvoldoende zorg de zaak zouden ontwerpen, dat we dan iets zouden hebben dat één keer in de machine ingevoerd niet zou werken, af en toe rare fouten zou maken, terwijl het volledig onduidelijk was of we ooit zouden kunnen achterhalen wat de oorzaak daarvan was. Dus dat was de reden om alle denkbare controle in de ontwikkelingsfase te stoppen. Een van de dingen die ik in de 60er jaren al ontdekt heb, is dat wiskundige elegance, mathematical elegance, dat niet een esthetische kwestie is, een kwestie van smaak of mode of wat dan ook, maar dat je het vertalen kunt in een technisch begrip. Want in bijvoorbeeld de Concise Oxford Dictionary, daar vind je als een van de betekenissen van elegant, ingeniously simple and effective. In de programmeerpraktijk is het te hanteren doordat als je een echt elegant programma maakt, het ten eerste korter is dan zijn meeste alternatieven. Ten tweede uit duidelijk gescheiden onderdelen bestaat, waarvan je het ene onderdeel door een alternatieve implementatie kunt vervangen zonder dat dat de rest van het programma beïnvloedt. En verder, merkwaardigerwijze, zijn de elegante programma's ook heel vaak de efficiëntste. Mijn eerste programmeersjaren waren een beetje merkwaardig vergeleken bij nu. In die zin dat ik altijd programmeerde voor machines die nog niet bestonden. Mijn vrienden Bram Loofstra en Karel Scholten, die bouwden de machine. En terwijl zij de machine bouwden, maakte ik de relevante software. Dus ik was er heel goed aan gewend dat je niet iets opschreef en dan even zou proberen. Want de machine om het te weer proberen was nog niet klaar. Dus ik wist van begin af aan dat je iets scheppen moest dat je intellectueel kon blijven beheersen. Ik ben op het Mathematisch Centrum komen werken in maart 1952. Mijn toekomstige vrouw werkte daar sinds de zomer van 1949. Zij werkte daar als rekenaarster. Ik kwam daar als
programmeur. En vond haar wel aardig. Ik ben voor het eerst met haar uit geweest naar een concert ter gelegenheid van het Mathematisch Congres in 1954 in Amsterdam. En toen was de beer los, toen wist iedereen het natuurlijk. Dat ik een soort van oogje op haar had. Ik werd over het algemeen gecomplimenteerd met mijn goede smaak. Vandaag kun je er niet komen. Weinig toest. Ik denk dat ik professioneel ernstig beïnvloed ben door mijn moeder. Zij was een briljant wiskundige. En ik herinner me dat ik toen ik in de zomervakantie de boeken voor het volgende jaar gekocht had, ik mijn boek Goniometrie zag en ik vond dat heel griezelig uitzien, allemaal met Griekse letters. En, ik vroeg aan moeder of goniometrie moeilijk was. Ze zei, nee, helemaal niet. Je moet zorgen dat je al je formules goed kent en als je meer dan 5 regels nodig hebt, dan ben je op de verkeerde weg. Keihard speelgoed, een bikkel. Vind ik niet leuk. Slans wijs, slans eer. Zou dat volkslied zijn, kunnen zijn? Oh, wacht even, wijs. Ja, ja. Ja, ja. Volkslied. Daar heb jij wat bevestigingen van? De V van 3 heb jij? Ik heb de V van 3 en ik heb de I van de bikkel. Ja. Mijn stoutmoedigheid wordt beloond. Ja. Ja. De vraag is waarom elegance in den brede zo weinig is aangeslagen. Het is inderdaad weinig aangeslagen. Een nadeel van elegance is, als je het een nadeel wilt noemen trouwens, dat het vergt hard werk en toewijding om het te bereiken en een goede opvoeding om het op prijs te stellen. Uitgaan. Als een uitgangsmogelijkheid, als een... Als van? Als van, nee, als een. Je hoeft niet in een V laten eindigen. Als een nachtkaars? En, ja, natuurlijk, een nachtkaars gaat uit. Ja.